Ja, Aisha is echt een buurvrouw uit duizenden. Ze is heel betrokken en heel sociaal. En ze snapt gewoon dat je af en toe steun nodig hebt. En dat je elkaar gewoon moet helpen. En dat is gewoon heel erg fijn. De man van Jacqueline is een half jaar geleden na een kort ziekbed overleden. Een ontzettend moeilijke periode waarin Jacqueline veel steun heeft gehad aan de goede zorgen van Aisha. Het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die de sleutel heeft, die de kinderen wil opvangen. Die bereid is om 's nachts, midden in de nacht, als er wat is, gewoon de zorgen over te nemen. Toen hier de lijkwagen in de straat aankwam rijden, toen stonden alle buren aan de straat. En dat was natuurlijk ook heel mooi. En dan had ze allemaal geregeld. Ik heb niet eens bij stilgestaan, weet je. Je bent zo bezig met de begrafenis. Dus dat is heel fijn dat iemand anders dan een stukje, gewoon met de buurt zeg maar, dat overneemt. Voor Jacqueline is het duidelijk. Haar buurvrouw verdient de titel Gouden Buur. Onder het genot van een georganiseerde buurtbrunch wordt Aisha, die van niks weet, dan ook in het zonnetje gezet. Buurvrouw van Nederland, de beste buurvrouw van Nederland, wil ik graag Aisha naar voren helpen. Aisha is overrompeld door deze eervolle prijs, maar blijft er desondanks vrij nuchter onder. Het gaat vanzelf. Ja, ik denk er niet bij na. En dan denk ik dat het voor anderen toch wel veel betekent. En dat doet het zeker, want haar buren zijn ontzettend trots. Ja, ik hoorde al dat mensen bij ons in de buurt willen komen wonen, maar ze zijn toch één geheel. Dus nou ja, nu gewoon zo door blijven gaan.